Jullie zijn een Ace of Space, gebaseerd op Motorhead, hoor ik net al. Vertel eens wie jullie zijn en wat jullie rol in de band is. Nou, ik ben Kevin en ik speel de rhythm gitaar. Ik ben Bob en ik speel lead gitaar en backing vocals. Hoe is de muziek scene hier in Bossenhoofd of in de omgeving? Repeteren jullie hier? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? We repeteren bij nog in Hoeve. Daar hebben we nou een repetitieruimte en we zijn bezig met een studio bouwen. En ja, voor de rest hier in de buurt treden we regelmatig. Tenminste, gaan we regelmatig optreden in andere cafés. Want ja, dit was ons eerste optreden. We spelen hier regelmatig bands, want het is behoorlijk druk. Het verbaast ons. Ja, we spelen regelmatig. Ik heb hier met mijn oude band ook al een keer opgetreden. Toen was het ook al zo druk. En ja, mijn ouders komen hier ook heel vaak. Dus ik ken het allemaal wel een beetje hier. Dus ja, dat was makkelijk regelen. Dus ik denk, nou, kunnen we mooi hier beginnen met optreden. En als jonge band is het moeilijk om naamsbekendheid te krijgen, jezelf in de picture te brengen? Ja, best wel. Het zijn heel veel bandjes op het moment. Echt heel veel. Ja, vooral als je zo net begonnen bent. We hadden wel eigen nummers, maar die konden niet meer spelen omdat de zangeres weg was. En de andere zangeres die kende ze nog niet. Dus ja, dat werd lastig. Maar ja, voor de rest, gewoon, ik denk dat je gewoon veel en goed moet spelen en dat het allemaal goed komt. Loopt deze avond al lang? Deze avond loopt eigenlijk al sedert toch een jaar of vijf geleden. Ooit is begonnen eenmaal per jaar, daarna twee keer. Momenteel toch een keer of vier per jaar, waarin jonge bands zichzelf manifesteren op het podium. Ja, zonder daar al te veel moeite voor te hoeven doen, et cetera. Dus er wordt een geluidsinstallatie geregeld en meestal pogen ze een drietal bands bij elkaar te rapen die dus uit die repetitiekotten moeten komen. Allee, zwaar. Ik zie hier een gemêleerd publiek, jong en oud. Waar halen jullie de bands vandaan? Komen die, wat ik net hoorde, een band die via ouders hier komen? Maar adverteren jullie daarvoor of hoe halen jullie die binnen? Nou, die komen eigenlijk spontaan binnen. Op het moment dat ze dus lucht krijgen van het idee dat het mogelijk is, dan gaat de rest eigenlijk vanzelf. Dus wat dat betreft hebben jullie een belangrijke functie hier in de regio wat popmuziek betreft, mag ik zo stellen? Ja, als je het belangrijk wil noemen, ja, ik vind van wel. Ik vind ook dat het nodig is namelijk. Want, staan hier veel podium? Hier in de regio Haldenbergen vrij weinig. Echt vrij weinig. En behalve deze open podiumavond, om het mij even zo samen te vatten, wat doen jullie nog meer op het gebied van muziek? Ook diverse bands, eigenlijk van blues, van rock tot popcovers, et cetera. Zo'n keer of twee tot drietal keer per maand. En muzikanten die interesse hebben om op te treden, kunnen die zomaar binnenlopen? Moeten ze zich aanmelden? Gaat dat via de website of hoe doen jullie dat? Nou, het liefst gewoon heel even bellen naar Café Stroop. 0165 316 793.